Goeiedag. Ja, vandaag bekende de natuur maar weinig kleur. Het was een grijze aangelegenheid. Maar goed, maar Rijke uit Hellevertsluisje schreef ja, bij deze foto: mooi grijs is niet lelijk. Ja, het is toch best wel een aardig plaatje met gestage regenval vandaag. Tot vanmiddag 3 uur viel de meeste regen meer naar het oosten toe in het Rijnmondgebied. In Ridderkerk bijvoorbeeld en uh, ook in Gorinchem al 12 liter water op een vierkante meter. Nou, het zal vast en zeker de laatste regen niet zijn. Want vanavond en vannacht moeten we ook rekening houden met uh, ja, van tijd tot tijd regen. Of een aantal buien bij temperaturen van ongeveer een graad of 13. En er waait slechts een zwakke tot matige wind uit het westen. En de dag van morgen, die wordt waarschijnlijk net wat minder nat dan vandaag. Het is wel bewolkt. Nou, er valt dan af en toe wat regen of een bui. Maar de meeste regen, die wordt berekend net ten noorden van het Rijnmondgebied. Maar ja, u zult begrijpen: als die band maar eventjes wat verder naar het zuiden komt, ja, dan wordt het hier toch wel een stuk natter dan was voorzien. Dus ja. Vrij lente weer zal het in ieder geval niet worden. Temperaturen hooguit 17 graden en de wind waait zwak tot matig en komt dan uit het westen tot zuidwesten. Ook op hemelwijsdag is het nog allemaal niet ja, dat je zegt geweldig, want we hebben te maken met bewolking. Eerst kan er nog een klein beetje regen vallen. In de loop van de dag dan wordt het droog. En later op de dag kan mogelijk de zondag af en toe tevoorschijn komen. Bij een temperatuur van een graad of 17. Maar beste kijkers, er zit een flinke weersverbetering aan te komen. En dat zien we gelijk al vanaf een vrijdag tot en met zondag. Zijn er dan zonnige perioden. Afgewisseld door stapelbewolking. Dus ja, typisch Hollandse Voorjaarsluchten zou je kunnen zeggen. Bij temperaturen, ze gaan omhoog naar zo'n graad of 19. Tijdens de ladies Run zondag in Rotterdam is het een graad of 18. En de wind die gaat erbij draaien naar het noordwesten. en Die zal meestal matig zijn. En windkracht 3, dat betekent aan de kust de meeste zonneschijn. Dieper landinwaarts vooral zon en stapelwolken. Maar goed, het kan dan ook weer voorlopig even lekker opdrogen. Om toch nog een beetje kleur te geven aan het weerpraatje heb ik een schitterende weerfoto binnengekregen van Edwin Stuit uit Krimpen aan de IJssel. Deze is afgelopen weekend gemaakt in Kinderdijk. Een HD foto is het, HDR foto. prachtig plaatje werkelijk waar. Nou, als je die nog eventjes wil nakijken op uw gemak, dan kunt u dat doen op mijn Facebookpagina. Ik wens je nog een prettige dag toe en heel graag tot morgen.